En het ministerie van Defensie gaat zijn surveillance bij de landsgrenzen opvoeren. Dit bevestigde minister Krishna Kumari Mathura tijdens de laatste online COVID-persconferentie van de regering. De bewindsvrouw zegt dat er onlangs enkele controleposten zijn opgezet om de verhoogde controle te handhaven. Binnen onze mogelijkheden proberen we die toezicht en die surveillance te vergroten. We hebben een post gecreëerd op Nieuw Amsterdam. We hebben een post gecreëerd op Kopenamepunt. Dat is gewoon om de maritiem van de marine van ons is bezig daarom wat extra surveillance en zichtbaarheid te creëren. Maar voor de rest, wat controle betreft, gaan we samen met de kustwacht hebben we, of de minister van Justitie en Politie heeft aangegeven dat er de handen in elkaar worden geslagen en dat we met kustwacht bekeken en hoe het weer mas wordt er samen gekeken om dus de controle te verscherpen. Mathura zegt verder dat haar ministerie samen met de politie en de kustwacht erop zal toezien dat de controle zichtbaar wordt. Volgens de minister wordt er ook aan gewerkt om COVID-testen op de controleplekken uit te voeren. We hebben ook, we testen nog niet op de controleposten, omdat we geen, daar moeten we met het ministerie van Volksgezondheid kijken over de aanwezigheid van testen zelf. En protocollen, daar hebben we afgelopen periode wel over gesproken. En dat wordt uitgewerkt, de hele protocol met de directeur van Volksgezondheid. En pas als het protocol heel duidelijk is, dan gaan we die controleposten versterken. We hebben wel fysieke controleposten extra gezet, zeker in Mungo. Maar alleen, we kunnen nog niet optreden echt om te testen zelf bij die controleposten. Het is volgens minister Mathura de bedoeling dat alle belanghebbende organisaties samen met Defensie protocollen ontwikkelen om deze samenwerking te laten slagen.